De start is gevallen en de galoppade aan de buitenzijde is er voor Andy Meadow. Deelnemers gaan de eerste bocht opzoeken en het is Condor Charisma die het dus vanaf de laatste plaats moet gaan doen. Uitgeschakeld nummer 8 galop. En we gaan op weg naar de eerste bocht met aan de buitenzijde Ruud Bols en Blue Star Filly die de leiding nemen. Blue Star Filly op de tweede plaats. Daarachter is er dan Ashley Boko en achter Ashley Boko Bram Wielinga. Daarachter volgt dan Sita Select en Sita Select wordt gevolgd door Koen 6HB. De eerste paard aan de buitenzijde is Blue Bananos W en dat is de ideale gangmaker voor Carismedo. En achter Carismedo is er aansluiting voor paard nummer 9 Candor Charisma. Paarden komen weer in de rechte lijn voor de tribune met aan kop van het veld Blue Star Filly, paard nummer 5. Heeft een lengte voor op de tweede plaats erachter Ashley Boko. Die krijgt koers op maat en dan is het Bram Wielinga. Aan de buitenkant Blue Bananos W. Aan de binnenzijde daarvan stalgenoot Sita Select. Achter Sita Select Carismedo krijgt een mooie koers. En daarachter is er dan Candor Charisma met Dennis Minema. Die zit er met de handen vol. Het wachten is op het moment dat de favoriet in de aanval gaat. We gaan op weg naar de overzijde van de baan. Dat doen we voor de laatste maal. Want het is maar 1700 meter in de Wielsma Verlichting Leekprijs. En daar komt dan de aanval van de favoriet Candor Charisma. Die gaat in het buitenste spoor naar voren. Benut het derde spoor om de positie te verbeteren. En komt inmiddels uit op een gedeelde vierde plaats, maar is nog niet bij de kop. Nu zet hij grote stappen en komt hij naderbij. Gaat Jan-Thijs de Jong er mooi achteraan met Sita Select. En gaat Ruud Pols proberen de voorsprong te behouden als we afkoersen op de laatste bocht. Met aankop van het veld dus die Blue Star Filly. Aan de buitenzijde dan onder druk van Candor Charisma. Daarachter is dan de relingzijde dicht naar de beer en zij rijdt Ashley Boko. En aan de buitenzijde meldt zich dan Sita Select. Daarachter Bram Wielinga. Achter Bram Wielinga Koen 6HB en dan Carismedo. En dat zijn dan de voorste paarden als wafkoers op de laatste rechte lijn. En Candor Charisma aan de buitenzijde door probeert te drukken. Maar nog zeker wat werk te verzetten heeft. Helemaal aan de buitenzijde komt Koen 6HB met een laat eindschot. Het is Blue Star Filly en Candor Charisma in een geweldige tweestrijd. Maar Candor Charisma aan de buitenzijde komt nader. Komt ernaast. Ashley Boko daarachter zit er kort op. Het wordt een prachtige tweestrijd. Blue Star Filly, Candor Charisma. Candor Charisma aan de buitenzijde steekt zijn neus aan het venster om te winnen. Maar het is bijzonder close. Candor Charisma, Blue Star Filly, Ashley Boko, Zita Select, Carismedo. Die kwam van ver, maar te laat. De winnaars zijn officieel van de Wielsma Verlichting Leekprijs. Candor Charisma, Dennis Minema 1-20-2. En de familie Krijnen is inmiddels voor de vierde keer hier het feestvarken op de baan in Groningen met Candor Charisma. En vandaag krijgen ze nog veel meer. Ze krijgen ook prachtige LED-ledverlichting. Snowfall heet het. En meneer Venema van Wielsma gaat het ook geven aan ze. Oh. De sierdeken ligt er inmiddels al overheen. Wordt er even gauw een mooie foto gemaakt. Ja. Ging goed Dennis, maar je liet hem helemaal van achter komen in plaats van de voorgaande keer. Ging ik meer vanaf de kop. Waarom was het? Omdat ik tweede geleed had, dus ik kon niet voorop liggen. Maar het ging vervolgens best wel makkelijk. Ja, uiteindelijk wint hij het sterk. Heel makkelijk gaat het niet, want hij wint met een neusje. Maar ja, het paard is zo sterk en dit baantje is echt wat hem ligt. Oké, dan gaan we ervan uit dat hij mee gaat doen voor het Peert van Omerloeks prijs. Dennis, ga lekker voorrijden. Dankjewel. En de familie Krijnen is ook dolblij met deze winnaar. Dames en heren, u mag een luid applaus laten horen voor de winnaars. Candor Charisma en Dennis Minema. De uitslag is helemaal officieel. Winnaar de 9 Candor Charisma, Dennis Minema 1-20-2. Tweede werd de 5 Blue Star Filly. Derde de 1 Ashley Boko. Vierde de 3 Sita Select. En vijfde de 4 Carismedo. 9-5-1-3-4, dat is officieel.